En hoe kunnen we rekenen op het Europees Parlement als het gaat over dat prijsplafond op Europees gas? Want dat is echt nog een hele ingewikkelde discussie. En een hele gemene vraag. Ja. In die zin dat daar echt een pijnpunt zit. Want je merkt nu dat de Europese Commissie, om snel te kunnen gaan, heel vaak als rechtsbasis voor een voorstel, ik ga het niet te technisch maken, maar een wetsartikel kiest. Wat betekent dat de Raad redelijk in zijn eentje kan beslissen. Dus het Europees Parlement mag daar iets van vinden, maar is niet, zoals het gewoonlijk is, medewetgever. Het staat eigenlijk een beetje buitenspel ten opzichte van de standaard wetgevende procedure. En dat doet het Europees Parlement natuurlijk pijn. En daar wordt ook door mijn collega's heel hard over geklaagd. Zeker nu het lang duurt in de Raad. Ik zei al, ze zijn het nog niet met elkaar eens. En het argument is vaak, het moet snel gaan. Dus we moeten met die Raad en dan klaar. Ja, en dus dan is dat Europees Parlement alleen maar lastig om dat erbij te hebben. En dat mogen ze voor een tijdje doen, maar dat mogen ze niet tot in alle eeuwigheid doen. Dus deze afspraken mogen een jaar op deze manier, maar daarna moet je echte wetten hebben. En ik ben een vrij pragmatisch politica. Dus als ik daarmee snel een besluit krijg wat nodig is, zodat de kosten van energie voor onze mensen iets lager kunnen worden, dan ga ik niet hard op de trom slaan van het Europees Parlement moet dan zo'n medewetgever zijn. Alleen nu duurt dat prijsplafond heel lang en zeggen mijn collega's, ja, hoe zeven? Dan had je ook het parlement kunnen vragen. Dus het is een gemene vraag in de zin van dat wij hier een beetje buitenspel staan. Maar wat zou je vinden dat we moeten doen? Ja, ik vind deze over dat prijsplafond heel erg lastig, omdat er ook experts zijn, velen zitten in Nederland trouwens, want wij zijn een van de weinige landen in Europa die energiemarkt echt goed op orde hebben. Ja, dus daar kunnen we ons voordeel ook mee doen. En daar kunnen we ons voordeel ook mee doen. En die waarschuwen wel dat als je dit op de verkeerde manier doet, dat eigenlijk meer kwaad doet dan goed. Ik zou zeggen, begin met het gezamenlijk inkopen van bepaalde hoeveelheden gas. We hebben dat ook natuurlijk met coronavaccins gedaan. Op het moment dat je gezamenlijk onderhandelt en gezamenlijk inkoopt, gaat die prijs vanzelf al naar beneden. Ten opzichte van 27 landen die individueel tegen elkaar gaan opbieden. Maar kan je gas zo makkelijk vergelijken met corona? Totaal niet, want gas moet je ook nog van A naar B krijgen. Dus dat is veel minder makkelijk. Maar over dat meer gemeenschappelijk kopen. Is al veel meer consensus. En wat nu een beetje dreigt, is dat iedereen zo kijkt naar dat prijsplafond voor gas, wat van buiten de Europese Unie naar binnen komt, dat je de ene ziet het als heilige graal en de ander zegt de schepen gaan ons voorbij varen naar Azië toe. Dat ik denk van ja, laten we dit doorbreken door die besluiten te nemen die wel kunnen, zoals dat gemeenschappelijk inkomen. Ja. Op mijn inkomen hangen. Ja. Dat is niet zo goed. Nee. Nou ja, het heeft wel met elkaar te maken, want uiteindelijk worden we natuurlijk wel, niet qua inkomen, maar worden natuurlijk wel heel erg geraakt in wat we nog kunnen uitgeven. Ja, en dat is ook wel iets waar jij je echt zorgen over maakt, merk ik. Ja, absoluut. En dat is iets waar dit raakt de middenklasse. Dit raakt de lagere inkomensgroepen, maar ook het midden. En ik was altijd heel trots Europeaan te zijn en geen Amerikaan. In de zin van dat de kloof die je in de Amerikaanse samenleving ziet tussen arm en rijk en kansen en geen kansen. Nou, dat is voor mij een horrorbeeld. Een kant die wij als Europa niet op moeten. En we zitten dus wel in de situatie dat we nu overal net naast het net vissen. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. Dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En zeg je eigenlijk, we moeten ook niet meer dat braafste jongetje of meisje van de klas willen zijn. Ook als het gaat over gewoon zorgen voor onze mensen, voor onze inwoners. Dat die gewoon een gas hebben, ook al komt het van Qatar. Ja, nou ja, die vraag kreeg ik bij een ander programma. Ja, zweven, geloof ik. Inderdaad, van jij moet. Ik heb al de vraag gehad. Moet Frans Timmermans naar Qatar? Moet Bobke Hoekstra naar Qatar? Mijn antwoord was. Stuur dan maar Rob Jetten naar Qatar en laat hem terugkomen met een gasdeal. Beste mensen, als ik dat gas nodig heb om deze winter, en ik vrees dat volgende winter nog moeilijker wordt, de ziekenhuizen in Nederland warm te houden, dan vind ik dat de moeite waard. Ja. We moeten echt. Het spel wordt hard gespeeld wereldwijd. En wij moeten daartoe in staat zijn zonder onszelf te verloochenen en zonder op te geven wat wij echt belangrijk vinden aan waarden in Europa. Ja, uiteraard. Maar wel iets minder dat vingertje laten. Dat vingertje wijzen naar anderen en bepaalde zaken niet meer aan willen gaan, omdat we dat allemaal niet oké vinden. Ik bedoel, politiek is misschien ook een beetje dirty soms.
is soms dirty, maar het vingertje helpt nooit. En de middelvinger naar de volgende generatie al helemaal niet. Niks doen al helemaal niet, zeg ik tegen de populistische partijen in Europa. Die uitgestrekte hand. Dat moet hem zijn. Samen met elkaar in Europa. Die kloof in die samenleving overbruggen. En ook samen met elkaar wereldwijd. Want we hebben partners, maar we hebben te veel tegen ze gepraat in plaats van met ze. En dat moet snel veranderen. En dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste wat moet gebeuren in de komende tijd? Dat is het belangrijkste wat moet gebeuren de komende tijd. En dat is het, de basis eigenlijk van wat ik doe. Of dat nou in die fractie is of in dat parlement. In Europa geldt, beste mensen, laten we een beetje begrip hebben voor elkaar. Dan komen we er ook samen sneller uit. En laat dat begrip niet stoppen bij Hazeldonk. Dat zou mijn oproep aan Nederland zijn. Ben je een beetje van het positieve denken? Ja, ik denk dat je dat wel moet zijn als je al zo lang in de Europese politiek zit. Ja, en misschien hebben we dat wel een beetje verloren. Ook in Nederland, in Europa en de rest van de wereld. Het is allemaal een doemdenken wat we ook doen. En dat is ook belangrijk, want we moeten ook niet naïef zijn. Maar daarom gaan we volgende week wel een week maken. De BNR's Big Five van het positieve denken. En kijken hoe we dat moeten doen in deze tijden. En ik trap af met de bekende kickboxer en mental coach Lucia Rijker. En ze zit natuurlijk ook in het, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar het programma Dream School. Wat zij runt al jarenlang om kinderen die het heel lastig hebben, om die wat verder vooruit te trekken. Wat zou jij aan haar willen vragen? Want de kettingvraag gaat natuurlijk door. Allereerst hartstikke leuk. Ik heb dus presidenten ontmoet, maar toen ik Lucia's naam liet vallen, kwam zeker vanuit de jongere generatie echt veel meer enthousiasme dan bij welke Europese premier of president dan ook. Kijk, wat mij fascineert is dat zij in Dream School jonge schoolverlaters helpt, hè, om iets van hun leven te maken. En dat zijn vaak niet de makkelijkste figuren. Nu werk ik binnen mijn fractie, ik zeg het al, 180 man, ook met hele grote ego's. Dus mijn vraag aan haar zou zijn, heb jij een tip voor me? En hoe om te gaan met die hele grote ego's, zeker als vrouw? En jeuken je handen niet, Lucia, om ook de ego's in Den Haag soms eens onder handen te nemen? Ja, wie weet doet ze dat wel achter de schermen, geen idee. Maar ontzettend mooie vragen om aan haar te stellen. En wat voor weken ga je nog tegemoet? Want wij zijn allemaal een beetje, we komen in rustige vaarwater, maar jij volgens mij niet. Nee, dit jaar wordt heel extreem. We're going out with a bang, hopefully. We zouden het bijna vergeten, maar we zijn ook klimaatwetten aan het maken. Die misschien wat anders moeten nu we in een energiecrisis zitten. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben daar niet blind voor, maar we hopen toch een aantal zaken af te ronden net voor kerst. En dat betekent een triloog onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad. En deze gaat over de drie belangrijkste klimaatwetten. En dat heet dan ook een jumbo-triloog. En als ze zeggen die is open-ended, betekent dat je niet weet wanneer die eindigt in dat weekend. En dat het heel laat, heel laat kan worden. Dus en dan komen de energieministers trouwens ook nog eens misschien de 19e bij elkaar. Dus het wordt echt up till the last moment. Oké.